Life Rider episode 53. Het is your boy, Bax the Humanoid. Insert coin, play the game. Ik heb hele mooie, hoe heet het? Backing achtergrond tegenwoordig. Alleen, ik ben ze vergeten neer te zetten. Want ik zat veel te hard in de soundcheck. Hoe voelen we ons deze week? How's your life? Hoe zijn de kleintjes? Ze zijn even weg, dus weinig stuiten vanavond. Hey, papa time. Ik weet hoe waardevol dat is met één kind al. Met drie kinderen, I can't even imagine. Dat moet een soort verhoogde staat van natural high zijn. Dat je gewoon, I got time for me tonight, baby. Rimbo! First time chatter. Is dit de man waarvan ik heb geleerd te freestylen zonder dat hij dat zelf ook maar een line kon? Deze man heeft mij quality of life geleerd. Toen ik net begon in Utrecht, toen was Rimbo de homie waar ik en mijn freestyle mattie gingen hangen. A tactic, shout out. Hij flanste beatjes in elkaar en wij gingen freestylen. My entire career started with this dude. I'm in love. Ik heb vandaag basically alleen maar mijn schuur uitgemest. Normale mensen doen dat denk ik elke week even. Ik doe dat eens in het half jaar. En dan moet ik ook echt de halve schuur leeg trekken en naar de stort. En dan gaat mijn kind, want het is vooral zijn speelgoed, want daar hebben we gewoon veel te veel van. Dan gaat hij zakken openmaken die hij niet mag openmaken. En dan gaat hij zijn oude speelgoed weer recoveren en verstoppen in het huis. No! Ding, 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 ding. Legends from way back. Dat is alweer een thema wat we in chat hebben gezien vandaag. Die oude soul die ik aan het luisteren was vandaag. In combinatie met jullie oude zielen in chat. Dat is ook geen toeval, hè? Daar gaan we al. Damn, ik had die connecties allemaal niet gelegd, guys. Love that. Dit is echt de reunion episode. Maar Rimbo, jij begon over jouw oudste, want die ken ik nog wel. Dat is het dametje met het brilletje. Sam, Sammy. Sammy, Sammy, Sammy. Hoe gaat het, meid? Long time no see. Sam is een guy, maar Sam was toch je oudste dochter? Oh, je bedoelt transitioning. What? That's amazing. So sick. Dit is ook weer geen toeval, maar ik heb echt gisteren nog echt een ellenlange discussie gehad met iemand in de YouTube comments. Moest gewoon even een paar mensen een tik geven. Dat was mooi gelukt, want één kwam heel serieus terug met zijn concerns. Ik moest echt uitleggen van, ja maar, die mensen zijn er al sinds de oertijd. Alleen, we stoppen ze weg tot onlangs, zeg maar. Je hoeft niet op de biologie tour te gaan. Because that's not the thing. This is social science. Dit is mensen hun innerlijk. En hoe ze hun lichaam kunnen aanpassen aan zichzelf. Op het moment dat ze per ongeluk in het verkeerde lichaam worden geboren. Die guy was erg voor reden vatbaar. That was amazing. Like, I did the one thing nobody ever does. Sort of change one mind on YouTube. In the YouTube comments. Ik kan me heel goed voorstellen nu dat mensen ook kwetsbaar zijn om zich de kont te keren tegen het fenomeen wat ze niet kennen. Ik heb het idee dat een couple of loud voices, dat echt helemaal niet de trend is dat het te hard wordt geïnterpreteerd per se. Ik heb ook die al 20 jaar door mijn hoofd spookt die iemand ooit zei waarvan ik heel hard aan mezelf ging twijfelen, weet je. En daarmee moeten we niet allemaal elkaar met fluwelen handschoenen gaan behandelen. Maar is a good rule? Er is één rule die is as a good rule. It's called D-bad. D-B-A-D. It means don't be a dick. Just don't be a dick about it. That's all you need to remember. Als je al je soort van twijfels en ingewikkelde onderwerpen en zo, als je dat gewoon hardop kan zeggen, zoals ik dat nu tegen jullie kan venten, dat is toch beautiful? Het is back to the basics, man. De menselijkheid. De basis menselijkheid. Openheid is ook eng. Maar toch raad ik het aan. Ik klink gewoon even alsof ik op de kermis werk. Het is niet anders. Ja, nu heb ik geen dubbele vocal meer, hè? Sorry. Ik heb jullie veel te lang met een kermisstem toegesproken. Nu ben ik solo. Yeah. Snare. Oké, snare. Dat gaan we doen. Twijfel even. Wat voor sound eigenlijk? Fingersnaps. Ja. Of snaps. Oké. Snaps it is. Snaps! Harde snare op de twee dan. Niet half tempo, ik voel hem anders. Oké, die shit gaan we dan switchen. Oh.
Zoiets. Hell yeah. Yeah. Grote donkere boom erbij. Doe, bedoel jij volgens mij? Bass? Dark bass sweep? Oh. Even opeens voegt die synth om aandacht. Wat nu? Hey, knal even die dubbel tempo beat onder je begeleiding. Ik hoorde het ook lange bells eroverheen. Ook over het eerste deel, space bells. Hoe de f*** klinkt dat? Even kijken. Dit is wel nice, denk ik, hè? Ja, zeg Jimbo. Bass. Dit wel echt als een optie ook. Wat ik vaak doe, ik hoor beter wat de noten zijn hoog en dan doe ik ze daarna pas omlaag. Ik denk dat dat lekker is, man. Hier zit ook nog geen bas in. How about that? Wow. Die overgang, ja, lopen. Laten we eens lopen vanaf het oude deel met het dubbel tempo beat. Die andere ertussenuit fietsen dan. Ja, dat. Ik hoorde net iets in mijn hoofd, denk ik. Er komt nog een akkoordenschemaatje tussen. Dan heb je zo'n sleutel in de compositie. En dan vergeet je het zeven of zo. En dan crasht alles. En dan ben je het forever kwijt. En dan vind je het nooit meer. Ik wil meer bas in die drums. Gouden Ouden transformatie. Ja, nou je het zegt. Actually is dat het thema. Want ik ben ook bezig met de hele tijd transformeren van die track. Want die overgangen zijn echt wauw. Lastig. Waarom is dit niet een boedelebaap? Huh? Deze vrienden staan toch helemaal verkeerd, jongen? Daar moet je. I have no idea, maar ik ga hard op deze baslijn, dat weet ik wel. Yeah, yeah. If you need or if you want, you can take. En nu hebben we een nieuw probleem. Want nou heb ik heel hard doorgevibed op die eerste hoek. Nou is de overgang opeens wel echt een beetje te veel. Het klinkt alsof ik Niels zeg. Everybody in the house go. Everybody in the house say. This is life ready baby go. It is packs and. Yeah. Oh, it worked. Oh. We summoned him. We summoned Niels. Ze weten niet, Brada. Ze weten niet wat we uitspoken. Midden in de nacht, jongen. Het is te ill, dit. Ik ga hem nog een keer aanzetten. Just fucking wow. We only got one life. And gotta stay healthy, man. Gotta keep that soul healthy.
Om in de woorden van de homie Control Defeat te spreken. Sowieso, man!